waarmee je alle ervaring die je in het verleden had opgebouwd, voor de valide borders, eigenlijk kon omzetten voor de invalide borders, de minder valide onder ons. Door deze prachtige omdraai in jouw leven heb je ook de Wang Yundai Award gekregen, die in mijn en de hoofd van de skischool eigenlijk veel waardevoller is dan die prachtige plakken. En dan Edwin. Edwin, je hebt wij op de skischool leren kennen als Kamikaze Edwin. Dat kwam met name door de renies die je altijd uitvoerde, direct van het terras van onze haven. De renie is normaal gesproken een soort supermanspop achter de boot van 2,5 meter hoog. En Edwin die wist hem op ongeveer 50 centimeter hoogte uit te voeren. Op het droge, nog net, hoor. Op het natte. Nog net. Kentrum. Zeer gevaarlijk voor Ed. Nu veilig. Team. De teamweek was gewoon los, zegt Wim. Het hele team van de Maternity Foundation daarom een hele middag kliniek aanbieden voor het hele team, inclusief Jill, Bella en Laila. En Maud, als jij op de kant van de ark gaat staan, krijg je van ons zeker een run weer op je 72e. Topsport gaat ook om winnen. En op het moment dat het goud vlakbij lijkt te zijn, gaat het erom het goud ook binnen te halen. En dat heb je gedaan. Nog één keer, hard applaus! Vervult ons van trots en wat wij hebben gewild en ook nu doen is proberen om na alle enorme drukte die je ook na Sochi hebt gehad om thuis te komen. Dit is jouw thuis, je bent thuis in Weidemeer en Loosdrecht en daar proberen we een vorm aan te geven. Omdat wij ontzettend trots op je zijn. En die trots is niet ontstaan alleen in Sochi. Die trots was er al eerder, want je was al een topsportster. Bovendien, Bibian Mentel is ook iemand die als het grote podium daar niet is, als het niet gaat in Sochi, speelt in Sochi, hier in Loosdrecht zich enorm heeft ingezet voor het suppen. Het suppen wat opeens opkwam en wat groeit van één keer naar een hype en een vast evenement. Fantastisch. De Bibian Mentel, die ik in 2012 namens Haar Majesteit de Koningin, toen nog ridder in de Orde van Oranje Nassau, de versierster, mocht opspelen. Dat alles maakt ons samen trots. Trots het moment toen wij hoorden dat je naar Sochi ging. Trots toen je daar de opening, de vlaggendraagster was van de Olympische Spelen. Wat waren we chauvinistisch. En vervolgens trots, trots op het goud wat je vervolgens hebt binnengehaald. Award. Ook heb je hem trots bij je en je zegt hem dat je hem ook met zoveel trots draagt. En dat vind ik fantastisch. Immers, in feite ben je het met jouw foundation sta je garant voor het inspireren van zoveel kinderen met een beperking, een fysieke beperking. Ja, het is iedere keer opnieuw mooi. Bibian, wij hebben uiteraard als gemeentebestuur ook erkenning aan jou willen geven. Dames en heren, dat is hem. En ik heb hem gewaarschuwd, ga niet te ver achteruit staan. Ja, geef hem een waanzinnig voor hem al.
alstublieft. Het is u hartig gegund. En weer schoenen. En nog weer. En dan, dames en heren, tot slot ga ik het speldje nog even opspelden, want u zag zojuist, ik kreeg hem niet los. Maar hij is nu wel los. Dames en heren, dank u wel. Nog één applaus. We zijn nog niet klaar, Willem. Nee, we zijn nog niet klaar. De hele middenval op dag over uur. Zonder één keer een dame te zingen. I feel good. I knew that I would now. Namens de stichting. Stop, we hebben wat liedjes uitgedeeld. Dat is zeg maar, dat is voor jou. En eentje hebben we nagemaakt. Dat is eigenlijk zeg maar een voorbeeld. Deze is voor jou, neem hem mee. Dus dit is voor de dame. Oké. Okay. Oh, ja, leuk! Dit zijn de leuke bellen, die komen niet op morgen, man. Nee. Oh, jij wilt een plekje bij. Oké, ja, goed voor de Oké. Ja, ga door.
Oh jee. Ah, oh, daar gaat ze. But if you got a hold me, then I got my...